we zijn er nog zo'n... Hoe lang zijn we voor de start eigenlijk nu? Zo'n 20 minuten? 20 minuten, ja. Jij bent er ook altijd bij, hè? Ik ben er altijd bij. Wat is er voor nodig om vrijwilliger te worden? Wat moet je dan doen? Want er is overal een tekort aan vrijwilligers. Ja, dan moet je niet meer nadenken, Jan Willem. Nee, gewoon doen? Dat moet je gewoon doen, ja. Ja? Als je erbij na gaat denken, dan... iedereen heeft wel wat. Ja, klopt, ja. En dan, je moet er gewoon tijd voor inruimen. Ja. Je gewoon zeggen, leegstrenten, loopt maren, maar dan loopt crossloop. Ja. Ja. En hoeveel tijd kost dat nou, in de maand? In de maand kost dat niet zoveel. Nee? Dan maak je de vergadering. Ja. En, dus iedereen zou eigenlijk dat kunnen doen? Iedereen zou dat kunnen. En jij roept ook mensen op om vrijwilliger te worden, neem ik aan. Ik zeg altijd zo van, een dag heeft 24 uur, ja? Je werkt 8 uur, je slaapt 8 uur, je hebt 8 uur over. Ja, en die tijd moet je maar leuk invullen. Oké. Lekker druk, hè, zo te zien. Geweldig, hè. Echt een fijn evenement, zeg maar. Ik heb de hele week, hoorde ik niks anders zeggen van, de donderdag, dat zou de laatste mooie dag worden. De vrijdag werd vet, zaterdag werd vet met DT, zondag, maandag enzovoort. Nou, en gisteravond hoorde ik Piet Paulus maar zeggen van nou, de zaterdag morgen Babel klasse sponsor. Dat is altijd een ideale combinatie. Precies. Zo hoort het ook. En dat doen we al jaren. En als ik altijd een Rabobank denk ik altijd een wielrennen. He, dat is altijd zo'n beetje onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En waarom Rabobank Noordwest-Friesland of Noordwest-Drenthe, waarom die nou dan hier per se vandaag met de hand lopen? Nou, noem het maar Rabobank West-Groningen. Okay. Wij sponsoren hier heel graag in Maren, omdat het in ons werkgebied ligt en in een hele belangrijke plaats is in ons gebied. En wij sponsoren veel lokale activiteiten en dit is er een van. Maar ook een hele mooie, hè? Ook een hele mooie. Hartelijk zeker. Volleybal? Volleybal. Ja. Ja, volleybal. En puur recreatief of ook... Nee, ook competitie. Zo? Ja. Fanatiek, hoor. Ja. Ook nog. En ook een beetje belt bij Selinger en consorten of? Dat nog net niet. Nee. Niet meer. Stadschot niet meer. En dan hoop ik ook dat we na de stadschot. Gaat u de koers nog een beetje mee vervolgen? Jazeker. Ik ga een halve wegen staan en straks even kijken hoe het allemaal verloopt. En uiteraard bij de finish. Hè? U gaat nummer 1 bij de mannen, nummer 1 bij de vrouwen. Gaat u persoonlijk binnenhalen? Ja, terug welkom, inderdaad. Nou, dan zal ik wel eens even afwachten hoe dat gaat. Dat gaat heel goed, dat merk ik. En dat de samenwerking tussen u en de mannen hier van de Stichting Maarenmeer Omloop, dat voor in lengte van jaren mag blijven. Daar ga ik vanuit. Oké, bedankt. En Krullenbol, jij in elk geval ook gefeliciteerd. Ja, dank u. Nou, moet je kijken waar hij rondloopt. Ja, met het weer. Ja, het is, als ik dan het parkeerterrein weer vol zie staan met auto's, met het parkeerterrein weer het zwembad. En het parkeerterrein dus zelf bij de dieren, dat is alles weer hartstikke vol. En dan denk ik, dat zou maar een week kunnen denken, ja jongens, hier doen we het voor. Vandaag is het hier voor de PR gaan. Ja, maar weet je, dat vroeger in de geschiedenis had je Clovis, hè? Die werd in 24 uur christenkoning. En deze jongen die is in 24 uur tijd, is hij van voetballer, is hij hardloper geworden. Nou, en terecht natuurlijk, want heb je aan topsport gedaan en je wilt je lijf een beetje onderhouden, maar is dat beter om lekker in de natuur te gaan lopen en dan met dit soort loopjes met zoveel gelijkgestemden, ja, dan kan het niet anders dat je heel plezierig oud wordt. Ja, precies. En daar heeft onze grote vriend... 33 minuten, 33, 35, 36, 37, 38 seconden, 32, 38, Arjen Kuiper, hij is hier binnen. Gaan we naar de tweede plaats. En ja, dat vingertje gaat erbij hoor. Want hij heeft een hele goede race voor zichzelf gelopen. Merwin Bellesen, geweldig Merwin. En dan die derde. Oh, moet je eens kijken, een hele jonge vent uit Kieuwenderweer. Jan Stiersma. Jan, wat maak je me nou, kerel? Hé, Jampie, geweldig. Hartstikke mooi. Jan, geweldig, jongen. Jan Stiersma. Hij wordt hier de nummer 3. En dan krijgen we Ben Stellinger, de man uit onder de dam. Die pakt hier de volgende. En dan krijgen we de schippers uit Hoogkerk. Hier dan binnen gaat komen, hier met het nummer 334. Mark Schippers en met de tijd van hem. Eens even kijken, 33 minuten en zo'n 25 seconden. Nou, kijk eens lekker dicht bij elkaar allemaal, deze heren. En dan een hele mooie randtree hier vandaag van onze grote vriend Arjen Kuiper. Ja, eigenlijk in Groningen, het is een student. Hij komt uit voor de BFV Baren. En we hebben dan daar, hier dan, Jacob Voort de eerste, 33 minuten en 48 seconden.
En dan hier met het nummer 926. Zagen we dan ook hier, dames en heren, over de lijn komen. Riekelen komen ze 10 kilometer. Hier met het nummer 779. Gaan we hier, dames en heren, kijken naar de binnenkomst van onze volgende vriendelijke vriend. En daar plaatsen wij bij dan de naam van Ben Plant, die gaat glimmen. 34 minuten en zo'n 40 seconden voor Jan Leijendekker uit Groningen bij de mannen 50. Zien we straks ook terug. Henry Perdok, die zien we. Kijk eens, een mooie eindsprint, hè. Hier Henry Perdok en die eindsprint. Die werd gewonnen door nummer 1103. En hadden we dan Klaas Houtman uit Winschoten. Hier met het nummer 846 hebben we dan Chris Draaier uit Oudega. Bij de mannen 50. Dan daar Bergenaat, Henk Por, hier met nummer 291. Hij is ook, dames en heren, hier ook aanwezig, dames en heren, hardloopcentrum in Groningen. En kijk eens dan die hele grote groep. En dan hebben we hier Maaike Hornstra. Ja, Maaike Hornstra, die gaat hier winnen. Hé, hey, Maaike, lang geleden heb ik jou zien winnen, meisje. 38 minuten en zo'n 23 seconden, dames en heren. Maaike Hornstra zei hier over de streep. Nou, goede winnares hier. Die staat weer leuk op de palmares hier van deze wedstrijd. Ook zij dus op dit moment binnen. Maaike Hornstra als de nummer 1 bij de vrouwen. Nou, dan krijgen we hier Henk Keizer, die krijgen we hier binnen. Dan Rob Houtenbos hier met het nummer 314. En Rob Houtenbos bij de mannen 50 inmiddels het over de streep.